mensen, tot ik kijk deze tweede vlog op mijn kanaal. Mijn naam is Wesley van Vierboy1999 en vandaag weer een vlog. En vandaag de vlog van de open dag. Jullie gaan het zien. En jij gaat allemaal meemaken wat vandaag op de open dag gaat gebeuren. Spullen die je kan kopen. De helikopter gaan jullie zien landen. Jullie gaan het allemaal zien. Ik zou zeggen, kijk met veel plezier. En jullie zien mij zo op de onderweg in de auto. Of zien zelfs bij de Kuip. Ik zou zeggen, tot zo. Yeah. En we zijn aangekomen bij de Kuip. Ik heb mijn bril af. Niet meer praten tegen mij. We zijn aangekomen in de Kuip en ja, we gaan al meemaken. Jullie gaan video's tussendoor zien wat allemaal gebeurt. En in de Kuip natuurlijk, de helikopter die gaat landen. En allemaal dingen die gaan meemaken. Jullie gaan het zien, hier zit de Kuip achter me. Dus ja, jullie gaan meemaken, jullie gaan het zien. Tot zo. Het is nu half 12 en om 2 uur begint pas hier de binnen. Dus ja, heel even. Noah, van FC Groningen met nummer 4, Raoul. Op 11 niveau
23 jaar Bart Vuurberg.
toen waren we weer thuis, gewoon in Utrecht. En je ziet, ik ben in de vijandkamer, ik ga even een klein update geven. Jullie hebben het allemaal zien hiervoor. Ik ga het even samenvatten, want er zijn geen commentaar onder. We hebben de warming-up gezien van de Outfire tegen Fire tegen Creator FC. Jullie hebben de opkomst gezien van onder andere Matty, Bassi en Adriaan. Nee, Bas en Matty en Koen van DPNL, Raoul. Volgens mij Dylan Hagens. Volgens mij Carl Fijn. Noah van Zeeuw. Noah Zeeuw. Weet je, allemaal. Die hebben trouwens met Outfire hebben 3-0 gewonnen van Creators FC, hat-trick. En ja, Bas dan met de vrije trap. Die ging er niet in. Die ging in de handen van de doelman van Outfire. En ja. We hebben de opkomst gezien. Je hebt de helikopter gezien. Geen bijzondere aanwinsten. Gewoon Narsing, Jaap Stam, Kelly en Marsman. En ja, dan ga ik nu de unbox laten zien van wat ik daar gekocht heb. Zoals de vorige keer ook. Als eerste, dit zat in de Feyenoord Open Dag ding. Zit hier misschien nog wat in? Nee. Dan heb ik weer een bilon bij. Ik heb er al eentje. Maar deze komt er dus naast. Dan hebben we nog meer. Ja, de hele tas vol, jongens. Jullie gaan het allemaal zien. Een Feyenoord bal. Deze bal die heb ik nog niet. Het is een andere bal. En ja, dat moet gewoon bij de collectie van de Feyenoord spullen. Dat is dus het tweede. Ik ga er een beetje snel heen. Want ik ga ook eten. Een handdoek van Feyenoord zit ook in de open dag tas. Dus dat hebben jullie. Als het goed is jullie geweest zijn, hebben jullie die ook. Spelerskaarten van Narsing en Kelly. Maar ik heb nog een pakketje van de spelerskaarten. En die is hier. Dat ga ik openmaken en netjes in de kast leggen. Dit zijn dus de spelerskaarten van dit seizoen. We hebben wil zeggen, waarom haal je fucking knuffels? Nou, dat doe ik om hier in de vijandkamer te hangen. Alleen het kaartje moet er even af. Zo. En de andere, waar is die andere knuffel? Die is hier. Dat is zo. Er zit een touwtje aan. Lol. Mijn andere, die is hier en die heb ik er ook afgehaald. Zo. En dit is dan de andere. Die komen hier in de vijandkamer te liggen ook. Die kunnen we misschien soms zien in de video. En dan hebben we de open dag tas waar de spullen in zaten. Die gaat ook een mooi plekje krijgen hier op de kamer. En verder was dit ja, stickertjes van de Feyenoorder. Sjaaltje van de Feyenoorder. En nog een sjaaltje. Wat staat hierop? Feyenoord 1908. En dan is deze tas bijna leeg. Hebben we nog, even kijken, de bon, die is niet belangrijk. Nog een stickertje. En hebben we nog een pen. Ja, oh, dat is ook niet belangrijk. Hebben we nog een pen van Feyenoord. En is het tasje nu leeg, volgens mij. Ja, het tasje is leeg. Deze tasje kunnen we ook weer bij de rest van de tasjes. En ik bedank jullie voor het kijken naar deze vlog. Het was een bijzondere dag, een mooie dag. En ja, ik zou zeggen... Sorry als deze video niet zo goed qua tijd heb, maar ik probeer hier gewoon een top video te maken en het ook met deze ook doen. Dus ik zou zeggen bedankt voor het kijken, druk op het duimpje omhoog, morgen weer de fijne kermoot en dan zeg ik, zoals altijd en zoals nu, later.